Oeh, dat is al gelijk een pittige. Eens. 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 Oeh, dat levert me wel wat problemen op, maar eens. We gaan beginnen met Sparta, dat op papier beter is dan vorig seizoen. Waarom? Ja, het duurde wat lang voordat ik dat antwoord gaf. Omdat, als ik echt super eerlijk ben, denk ik dat het elkaar niet zo gek veel zal ontlopen. Ik denk dat de speciale kwaliteiten van een aantal spelers van vorig jaar doorslaggevend kunnen zijn. In dit geval hebben met name Ache en denk ik Dervizoglu, die hebben ons echt aangenaam verrast. Ik denk dat de basis op zich een groot gedeelte is blijven staan. Dat we nu een aantal mensen met name voorin moeten inpassen. En dat zal misschien wat langer tijd vergen als dat ik hoop. En dat is de enige twijfel. Maar als je gaat kijken wat we erbij hebben gekregen, zeker in de persoon van Lennart, dat vind ik wel echt een hele goede eredivisie aanvaller. Is hij echt het paardje waarop je hoopte? Nou kijk, als wij vorig jaar Lennart bij datgene wat we al hadden, dan denk ik dat we echt wel heel stiekem richting de play-offs hadden kunnen handelen. Ja. Zo? Ja. Want? Nou, ik vind hem wel een speler wat ons zeker een niveautje hoger kan helpen. Weer dat kleine stapje om bijvoorbeeld nu in ons geval wel misschien te denken aan wat hoger in het rechte rijtje. Als we hetzelfde kunnen doen als vorig jaar, de plek, dan denk ik echt dat we, en daar moeten we ons ook op richten. Kijk, nogmaals, Eredivisie behoud, dat is de primaire uitdaging. Maar met dat soort spelers erbij kan je stiekem wel denken aan de eerste stap die Sparta moet maken van 14, 15e, nou misschien wel 11e, 12e, 10e plek. Waarom heeft Ronald Koeman gelijk? Met zijn vertrek richting Barcelona, tenminste daar ging ik vanuit. Ja, luister, Barcelona, ondanks dat het nu kansloos uitgeschakeld was door Bayern, denk ik nog steeds dat het een absolute topclub is in de wereld. En, maar hij had een contract. Ja, eens, dat begrijp ik ook wel. Maar je weet in ons vak, ja, contracten, en zeker op dat niveau, ja, daar kan je heel goed onderuit komen. En nogmaals, ik begrijp het wel. Ondanks dat voor het Nederlands elftal uitkomen en de bondscoach zijn, dat is een hele grote eer. Maar ja, Barcelona, en ik las toevallig vanmorgen een stukje. Ja, 3 keer weigeren kan niet. Ja, daar kan ik me absoluut in vinden wat hij zegt. Wie moet hem opvolgen? Oeh, dat vind ik helemaal een pittige. Ja, ik denk dat er heel veel talentvolle en jonge trainers zijn die dat zouden moeten kunnen op basis. Maar we willen een naam horen, dat snap je. Nou ja, de namen die zijn al voldoende genoemd, denk ik. En daar kan ik me bij aansluiten. Hè? Want de namen die ik voorbij heb horen komen dan, als je praat over Cocu, die in mijn ogen het fantastisch heeft gedaan bij PSV. De Boer, die het bij Ajax fantastisch heeft gedaan. Maar, en dan kan iedereen zeggen van ja, wat tegenvallend in het buitenland. Maar hij heeft wel die ervaringen opgedaan. En iedereen heeft mij altijd verteld, hè, toen ik op de cursus zat ook, trainen is een ervaringsvak. Nou, je kan niet ontkennen dat die mannen niet ondertussen de broodnodige ervaring hebben opgedaan. Je zegt, je moet nooit 3 keer nee zeggen tegen een mooie club. Jij hebt nu al bewust heel vroeg ervoor gekozen om te verlengen bij Sparta. Wat zegt dat over jouw ambities? Nou ja, ik denk niet dat mensen daar ambities aan moeten koppelen. Het zegt meer over het type mens wat ik ben. Los van alles, ik zit in een heel ander segment. Ik zit in een heel ander segment trainers als waar we het nu over hebben. Hè? Die mannen hebben heel veel betekend voor het Nederlands voetbal. En daar kan je waarde aan hechten of niet. Zij zitten gewoon op een ander niveau. En zij zijn bekender. Zij zijn, de groep is heel bekend met elkaar. Dus voor mij is het een heel ander verhaal. Ik zit in het segment trainers die gewoon wat minder kunnen plannen als dat zij doen. En dat is, dus je hebt gekozen voor zekerheid? Nee, niet zozeer. Ik heb gekozen voor een realistische uitdaging. En daar voel jij je zo bij op je gemak dat je niet denkt van nou, een keertje weer subtop Nederland is ook een mooie uitdaging. Heb je clausule? Ambities, ja, altijd. Ja? Nee, maar ambities. Serieus, met clubs ook, Henk? Niet zozeer. Nee. Kijk, ambities moeten we allemaal hebben. Dromen mogen we allemaal. En dat blijft.
Alleen aan de andere kant, ik zit nu ergens waar ik het onwijs goed naar mijn zin heb met de mensen. Maar het belangrijkste is dat het een realistische uitdaging is. En er is gewoon simpelweg een kans van slagen. En nogmaals, ik besef dat het niet zomaar gaat gebeuren. Maar dat is voor mij genoeg om... Er zijn een aantal dingetjes en die kunnen voor anderen niet zo heel veel betekenen. Maar als ik de langzittende trainer, en daar win je geen prijzen mee. Als ik langzittende trainer ben van de afgelopen jaren, dan vind ik dat wel grappig. En zo zit ik er veel meer in. Maar ik heb absoluut ambities. Ik wil natuurlijk het maximale eruit halen. En wat dat is, ja, dat gaan we zien. Dat kan ik alleen maar halen door te presteren. En met Sparta een tweede jaar in de Eredivisie blijven, dat is gewoon een hele goede prestatie. We moeten hier allemaal een mondkapje op bij Sparta, bij Excelsior, bij Feyenoord ook. En dat vind je logisch? Ja. Waarom? Omdat er, naar mijn mening, ondanks dat er heel veel wijze mensen ermee bezig zijn, volgens mij is er nog nergens, in mijn optiek, een concreet verhaal gekomen waar we nou precies wel of niet goed aan doen. Of waar we waar of wel of niet de oorzaak ligt van een aantal zaken. En dan denk ik ten alle tijden dat je voor zoveel mogelijk voor beter voorkomen dan genezen moet gaan. En het is heel moeilijk hoor, om je eraan te houden, want ook ik heb wel eens een selfie gemaakt en ik dacht later van, dom, had ik niet moeten doen. Dus het gebeurt je nog wel, maar nogmaals, je moet elkaar daarin scherp houden. En het is heel moeilijk, want we weten ook waar we vandaan komen. Heel erg vrij, heel erg sociaal met elkaar en dat is in het voetballen heel erg. En ja, het is gewoon oppassen. En zolang voor mij persoonlijk nog niet duidelijk is hoe het precies zit, dan denk ik dat ik altijd zal kiezen voor zoveel mogelijk veiligheid. Omdat jij natuurlijk ervaringsdeskundige bent, je hebt het zelf gehad. Maar is het dan toch niet raar dat het in andere stadions niet verplicht is? Ja, nogmaals, je kan altijd twee kanten op. Ja. En de keuze voor mij persoonlijk, als men mij iets oplegt, dan probeer ik me daar zoveel mogelijk aan te houden. Aan de andere kant, er blijven altijd vragen. Hè? Mm-hmm. En die zijn er bij mij ook. Hè? Hoe betrouwbaar zijn de testen? Dat soort zaken spelen absoluut in je hoofd. Maar goed, er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ik vind het ook super vervelend als een aantal wijsneuzen zich op mijn gebied gaan bevinden. En andersom moet ik me dus daar ook niet aan wagen. Dan ga ik niet de vraag stellen over dat het best wel raar is dat die spelers die je had bij Sparta twee dagen geleden dan wel positief waren, dan weer twee dagen later niet. Ik snap het niet hoor. Nou, ik begrijp die vraag wel en die moet je ook absoluut stellen, denk ik. Alleen, ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om daar antwoord op te geven. Omdat ik kan alleen maar afgaan op de zaken die zij mij aangeven. En gaat er, zoals in het hele leven, wel eens iets mis, dan moet je ook weer daarnaar handelen. Dus, maar goed, ik denk dat die vraag bij mensen moet neergelegd worden die echt daadwerkelijk daar een goed antwoord op kunnen geven. En dat kan ik simpelweg niet. Ten slotte, waarom is het lastiger om nu trainer te zijn dan 10 jaar geleden? Ja, ik was al bang om deze vraag te beantwoorden, want ik heb natuurlijk trainers meegemaakt zoals Van Hanegem, zoals Arie Haan, Beenhakker. En ik ben altijd als de dood dat die nog even terugkomen en jou een draai om de oren geven. Omdat ik heb wel eens tegen Van Hanegem gezegd dat het voetbal is veel sneller geworden en veel, ik zeg niet veel beter, maar ik heb wel gezegd veel sneller. De ruimtes zijn, de afstanden zijn groter enzovoort enzovoort. En toen dacht ik echt, nou die tikt me neer. Hij zei, Henk, jullie lopen alleen maar. Jullie kijken niet of het het juiste moment is of niet. Hij zegt, het voetbal is niet beter geworden. Ik zei, en dat zei ik ook niet. Ik zei alleen, het is wel fysiek en noem maar op allemaal heel veel anders geworden. Ik vind het moeilijker omdat je, laat ik het zo zeggen, voor mij is het heel complex geworden. Ik hoorde laatst Van Basten iets erover zeggen. Je hebt zoveel zaken die echt bij de hoofdtrainer terechtkomen. En ik had het gevoel dat vroeger dat wel ietsjes minder was. Maar ik kan me vergissen. Ja, de oude generatie snapt niet dat je met 5, 6, 7, 8 man staf op de bank zit. Bijvoorbeeld, hè? Ja, nou daar zit wel wat in natuurlijk. En ik zeg ook niet dat je het niet met z'n tweeën af zou kunnen. Hè? Maar ik denk dat de tijd... verandert mensen. En nu hebben we ergens een stap gemaakt, bijvoorbeeld om spelers veel meer betrokken te maken bij het proces. Uitleg geven. Ze pakken niet altijd hun verantwoording, vind ik. Maar daardoor heb je veel meer mensen nodig om de verschillende groepjes die zijn ontstaan, om die te kunnen
managen. Omdat de selectie ook steeds mondiger wordt. Die vragen steeds meer om uitleg, toch? De Klopt. Generatie Z heb je het 2 jaar geleden genoemd. Klopt. Ja, nee, dat is een feit. Ja. Dat is moeilijk om daarmee om te gaan. Nou, moeilijk, anders, laat ik het zo zeggen. Het is anders, ja. Het is anders. Maar goed, we hebben nu een snotneus bij ons erbij in Emega. En, 17 jaar. 17 jaar. En hem heb ik al uitgelegd. Als je goed genoeg bent, ben je ook oud genoeg. En zijn manier... Ja, maar dat is zo'n cliché. Die is natuurlijk heel vaak gebruikt, omdat die ook waar is. Ja. Maar daar moet je wel mee omgaan als jonge jongen. Ja, ja, tuurlijk. Kijk, het ligt uiteraard altijd aan de opvoeding. Of nou je opvoeding thuis is, of je zaakwaarnemer, of bij opvoeding de club. Hier. Bij de club, inderdaad. Ja. Iedereen kent mij dat... ik denk dat ik redelijk goed om kan gaan met mijn spelers. Maar ik ben wel iemand... ik kan niet helemaal loslaten hoe anderen mij hebben opgevoed, hè, in het voetballen. En dat neem je uiteraard een beetje ook mee. Ik zeg mensen, als het uitstekend is, geef ik ze een compliment. Maar als het niet goed is, vind ik dat ik dat ook moet kunnen aangeven. Alleen nu wordt dat dan uitgelegd. Mm-hmm. Hè? Dan wordt nu gezegd van, ja, je bent te streng of te kritisch of wat dan ook. En dat vind ik nog iets wat van beide kanten wel wat meer begrip. Ja. Je had altijd een hekel aan social media, nog steeds? Ik ben niet van de social media, nee. Nee, maar die gasten wel? Ja, absoluut. Absoluut. Maar het heeft ook zijn voordelen, want ik wil gewoon ook niet alles weten. En ik ben ook dat heeft met vroeger te maken met de mensen die mij hebben opgevoed. Dat soort dingen interesseren me niet. Als je hier komt, moet je trainen, presteren. En dat blijft voor mij het allerbelangrijkste. Als jij vroeger in een veel te grote housebroek kwam aangelopen, want die had je denk ik wel, een housebroek. Je had van die, met allemaal van die kleuren, toch een tijd, ja. Deed je toch een housebroek? Ja, volgens mij was dat de benaming. Toen zei Willem van Hanegem er niet over van, joh Henk, wat loop je erbij? Ja, absoluut. Ja. Als er hier eentje met roze haar komt of met gekke kleding, zeg jij er ook wat van? Fantastisch, ja. Maar de trainer niet? Die houdt het bij zijn hart met een beetje grijs? Bij, ja, wat grijzig, ja. Dat is het model tegenwoordig. Ja, nou, je wordt niet kaal. Nou, ik denk dat voor alles komt een tijd. Ga je implantaten doen? Nee, dan haal ik alles eraf tegen die tijd.